Voor het eerst staat er in Nederland een beeld voor een Duitse soldaat. Het werd onthuld door de maakster. Karl-Heinz Ross redde in de Tweede Wereldoorlog broer en zus Jan en Toos Keelsdonk. Ross overleed zelf bij zijn heldendaad, op zijn 18e. Ook al was Jan Keelsdonk nog erg jong, toch weet hij nog goed wat er destijds gebeurde. We zijn door hem naar binnen gedragen, net, en hij loopt terug naar buiten en hij ontploft ter plaatse waar wij zaten. De twee halfbroers van de Duitse soldaat waren overgekomen uit Duitsland. Zij wilden de onthulling per se bijwonen. Twee zijden had de dag voor mij. Een goede zijde, dat we hier zijn durven vrienden te vinden, goede bekanten. En de andere zijde zijn die slechte herinneringen aan de krieg. Den we verdammen en keiner wil een krieg. En ook mijn broer is bestimmt niet gern als soldaat in Gurle geweest. En deshalb freue ik mich, dat Gurle mijn broer een goede herinnering had. De gemeente Gurle gaf geen subsidie voor het beeld, omdat het maatschappelijk te gevoelig lag. Een beeld voor een Duitser. Het geld, €9500, kwam er dankzij Gullegevers. De halfbroer snapt wel dat het heel gevoelig ligt. Heb ik volles verständnis voor. Insbesondere hier in Gurle ook, waar man 42,5 Holländische soldaten erschossen had. Kan ik goed verstehen dat man zegt, daneben willen we geen Duitse soldaten als denkmal stehen hebben. Heb ik absoluut verständnis voor. Maar umso meer sollten we ons bemühen, die Schranken abzubauen en weer vrienden te werden. Bij het beeld hangt een bewakingscamera om vandalisme tegen te gaan.